Beste kijkers van Next Level Minecraft, ik ben hier samen met Sebas. Eigenlijk is dit Sebas zijn eigen video, want ik keek nou naar de scherm van Sebas. Ja. Yep, maar ik doe de intro even, omdat ik even wil zeggen, kijk, check even de beschrijving, want dan weet je de linken waar je door naar Minecraft Maandag en ook Next Level Gaming. Dan zie je een video van Minecraft Maandag, dan zie je waarom we hier zijn, hè Sebas? Ja, want we zijn op weg naar een nieuwe basis. We gaan een nieuwe basis zoeken en daarvoor moeten we heel ver gaan, natuurlijk. Yep. Maar als je deel 1 wil zien, dat kan je in de link staat in de beschrijving. Jongens, ik heb een PvP-tech-spec, wat jullie vroegen. Alleen, ik zit even te twijfelen, want ik heb deze namelijk en deze ziet er, vind ik, best wel lelijk uitzien. Maar toch, ik weet niet wat voor jullie een mooie tech-spec is, dus ik laat ze normaal zien. Jij toch ook, je vond het lelijk zien met Cedars aan, maar doe Cedars uit, even kijken hoe het dan staat. Ja, dat is echt lelijk. Doe Cedars uit? Wacht, ik laat ze even allemaal zien. Okay. Ik heb deze nog. Deze vind ik op zich. Het is hetzelfde als gewoon Minecraft. En daarom vind ik hem niet zo mooi. Dit heeft wel een andere texture, zeg maar. Maar ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Als je het leuk vinden, zeg het eventjes. Dan doe ik deze natuurlijk. Of doe die. Oh, curry. Disconnect. Ja. Eventjes. We praten het dus even door. Ja. De Bas heeft disconnect problemen. Dus we wachten eventjes. En dan wacht muziekje eronder. Oh, ja, heb je hem alweer. Ja, dat helpt altijd. Als ik zeg, wacht muziekje eronder, dan huppakee, die is easy, geen er alweer. Okay, dan heb ik nog, heb ik nog deze. Dit is een Virtual Riot PvP Pack. SC. En deze heeft ook een... Nee, deze heeft geen... En deze ook zo. Jongens, ik weet het allemaal niet. En als ik mijn Mercedes uitzet... Kijk, de Pikachu-achtergrond, die is wel leuk. Die ziet er zo uit. Kijk. Pikachu-achtergrond? Heb jij Pikachu op je achtergrond? Wat? Sst. Nee, maar dat ziet er zo uit. Ik weet het allemaal niet, jongens. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind deze echt lelijk. Dus ik denk dat ik voor de... John Smith ga zeggen. Illustration Pack. Die vond ik er nog wel wat leuk uitzien. Die kan je gaf eigenlijk op YouTube. Die op YouTube stond. Of was dat die niet? Geen flauw idee. Maar deze vind ik er op zich wel leuk uitzien met deze Particle Effect. En die is verschrikkelijke vette zon. Dus dan doen we deze lekker. En dan nu gaan we even met een bootje doen. Ja, ik moet even een bootje maken, hè? Ja, ik maak een bootje. Maar maak je ook een bootje voor mij, of moet ik er zelf even maken? Nee! Nou, ik maak zelf Nee, joh, is goed. Ik maak een bootje voor je. Nou, ik heb al pens. We maken altijd een bootje voor Dennis. Ik heb al voor koning Dennis hier. Nee, grapje. Raadgever Dennis nog steeds. Even kijken. Bench heb ik nu. En wat was het ook weer? Oh ja. Die. Oh, dit is dirt. What the fuck? Nou, ik heb al bootjes. Heb je nu al bootjes? Ik heb twee bootjes. Zit jij nog een bench erop, of? Hey, Mondiu! Hallo, ik heb al twee bootjes. Nou, jongen, ik hou toch weg. Oh, yeah. Oké, okay, dus dat is gat op dat weet toch? Oké, let's go. Wat? Niks, hoor. Gadverdamme. Hoe noem je me nou? Gadverdamme. Kijk, die particle die vind ik ook wel lachen, dus... Dat vind ik wel maar leuk. Ja, het is John Smith Service versie 10.1 default, of nee? Wacht even. Ik check het even gelijk, dan wil ik het checken. Service versie 10.1 Ultra Dolf gebruik ik en dat vind ik wel vet mooi. Dat heb je ook wel zien in mijn video's. Kijk, dit hè jongens. Die zon, what the fuck. Die zon is bij mij echt een huge groot bal. Dat is echt gewoon... Mercedes of zonde? Zonder shaders. Het is echt mooi. En de maan ziet er gewoon hetzelfde uit. Dat is wel jammer. Lijkt net een beetje Destiny. Ik weet niet of jullie Destiny kennen. Maar ik heb zelf Destiny laatst gekocht. En ik vind het zo'n vet spel, jongens. Als jullie Destiny hebben, zo'n vet spel. En ik heb voor de PlayStation 3. Dus als jullie PlayStation 3 hebben, voeg me toe. Ik vind het leuk om jullie te spelen. Dan invite ik je voor mijn Fire Team. Dat is zeg maar waarmee je samen missies kan doen. Ik ben nu level 10. Niet zo heel ver, niet zo heel groot level, maar ik heb hem pas sinds maandag. En het is echt zo vet, jongens. Sowieso om met vrienden te spelen is het zo leuk. En ik wil ook graag met jullie spelen, als dat kan natuurlijk. Dat zou echt leuk zijn. Niet kapot gaan. Als ik je over dingen over Destiny hoor, dan word ik je gelijk jaloers, want het is niet voor de PC en ik heb geen console. Ja, maar mijn naam staat in de beschrijving of nu even in beeld. Pam, daar stond die. Hij staat toch gelijk groot in beeld, zo groot of die ook weer niet zo was. Doe maar wat groter. Sorry meneer. Maar het is leuk als jullie mee willen doen, dan mag dat natuurlijk. Dat vind ik echt superleuk. Maar goed, waar zijn we nu echt mee bezig, Sebas? Dat hebben we al net verteld, Dennis.
Ja, weet ik. Maar dan even extra kijken zien we weer aan het skippen zijn. Nee, we zijn een nieuwe span aan het zoeken. Dat is een nieuwe span, hoor mij dan. We zijn een nieuwe basis aan het zoeken. En een basis aan het zoeken bedoel ik... ja, gewoon een nieuwe faction basis. We zijn gewoon op zoek naar nieuwe dingen. We gaan niet meer onder de grond zitten. Niet meer onder de grond, dat soort dingen. Want we gaan echt gewoon een basis maken met torens en dat soort dingen. En met muren en dat lijkt me echt zo vet. En alle vijanden komen niet bongs binnen. Nee, dat is ook echt waar. De vijanden komen ook niet binnen. Even kijken hoe koppel eruit ziet. Zullen we even kijken? Ja, doe maar. En? What the f... Oké. Okay. Ja, dat ziet er wel lach uit. Als jullie trouwens nog een leuke texture pack hebben van PvP, zeg het alsjeblieft. Want ik vind dit ook niet zo heel erg tof. En als jullie gewoon echt een hele leuke texture pack hebben en die willen jullie mij aanraden, zet linkje in de reacties en dan download ik hem zeker. En zou ik hem misschien gebruiken. Of misschien is die eigen texture pack misschien wel zelf heen gemaakt. Dat lijkt me echt super leuk. En heb je natuurlijk nog tips voor factions of je wilt aan ons mededelen, laat ook in de reacties over, reactie achter. Dus dan weten we altijd te vinden. We lezen alle reacties. Dus, En ik zal, als jullie een uitnodiging... Nee, als jullie... Nu moet ik het goed zeggen. Als jullie een request willen sturen naar deze faction om misschien te joinen, dan kan dat. Ik ben elke dag... wat zou ik zeggen? Nou, behalve in het weekend. Ik weet het niet zeker, maar door de week ben ik denk ik wel elke dag om 5 uur online. Dus nice. Om 5 uur op de factions ben ik online en dan kan ik alle requesten accepteren. En ik in feite natuurlijk ook, maar ik ben altijd een beetje random. Dan ben ik dan weer online, dan ben ik dan online. Ik heb niet echt een vaste tijd. Ik ben natuurlijk om het NOG druk bezig, achter de schermen. Dus, yep. En 6.0 van NOG komt eraan. I think we found a base. I think even just F-map. Welkom terug, hoi. Hey, trouwens, ik heb even, als je even F-map doet, zie ik al bij wie we zijn. De Black Horse. Yep. Eventjes, even ja, we gaan even kijken of we... Ja, ben ik er. Hallo. Ja, sorry. Ik had een paar onderbrekingen. Ja, maar ik ben er weer. You. Ik ben er ook weer. Ja, ben er ook weer. Maar even kijken of we kunnen raiden. En dan zal dit ook meteen het einde van de video zijn, jongens. Sorry. Ja, Sebas wordt al 2 keer onderbroken. 1 keer door zijn vader en 1 keer door zijn moeder. En ja, kunnen we nog maar heel kort als ze niet communiceren met elkaar. Even kijken. Ik kan hier iets slapen. Oh mijn god, ik ben binnen. Oh, weet je wat? Ik ga... Ik ben binnen. What the fuck? Ik ben binnen. Ben je binnen? Ja, ben je snel wow, binnen? Wauw, nu alles makkelijk. Ik ben ook binnen. Ja, je bent ook binnen. Even checken. Even kijken in de chesten. Maar je kan denk ik niet in de chest houden, want... We moeten eerst overklemmen natuurlijk. Hoe kun jij naar binnen? Wacht even. Ik ga er binnen. Ik heb af en weer rechten. Heb dicht. Even checken. Ik zeg gewoon ze in de chest hebben. Ik laat je niet naar binnen, hoor. Maar ze hebben cobblestone, ze hebben netherwart, bones, rotzooi, even kijken, nog meer rotzooi,
Hondje, ze hebben twee honden. Wat? Venus hebben ze. TNT staat uit. Wat staat uit? TNT staat uit. TNT staat aan. Nee, ik kan niet. Hallo. Je moet eerst overklemmen voordat je kan slaan. Ja, maar ik had een creeper laten ontploffen en er kwam geen boom. Nee, omdat je hier gewoon waar de basis bent. Nou jongens, ik houd het voor gezien. Ik vind het leuk sowieso factions om te doen. En deze keer met Dennis was super leuk. Ik zal je verder meegaan de volgende keer. En dan zullen we de Black Horse misschien wel reden. I don't know. Ik kijk even F-Faction. Alleen, het nadeel is wel, die mensen moeten wel online zijn. Want je moet minstens twee mensen er gedood hebben voordat de creepers hier kunnen ontploffen en... ja, ik zie het. Ik zie het. Maar als wij ze kunnen ownen, dan zou dat heel chill zijn, want dat zou dan onze eerste raid zijn. Dat zou echt leuk zijn. En dat... Ja, geen woorden voor, jongens. Ik bedank jullie voor het kijken. Geef een groen duimpje en kijk ook even op NL Game. NL Game? Nee! Next Level Gaming voor de aflevering van Minecraft Maandag. Yep. Dus jullie het begin van de avontuur ook. Ik denk dat ze pas nog eventjes het groot in beeld zetten, tekst, en dan maak ik het wel klikbaar, dus het komt wel goed. Ja, dat heb ik net gedaan. En ik bedank jullie en ik hoop dat jullie het leuk vonden. En nogmaals, tekstpack in de reacties, dan zou ik het echt helemaal tof vinden. Jongens, bedankt voor het kijken. Geef een like. En Later. Tot de volgende keer. Ciao. Yo.